Lisette, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. En jij bent hier een beetje de verantwoordelijke voor de complete kerstafdeling, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik probeer iedereen een beetje aan te sturen om er een leuke, mooie kerstshow van te maken. Ja, nou, en ik heb al een rondje gedaan over de woonboulevard, maar ja, jullie hebben werkelijk de grootste afdeling van allemaal. Want ja, dat is toch een beetje jullie specialiteit, ja, hè? Ja, zeker, zeker. En het is hartstikke leuk om er wat moois van te maken. En zeker met alle thema's die we dit jaar hebben. Is het echt wel een mooie show om eens een kijkje te komen nemen. Ja, en dan kan je eens wat vertellen over die trend. Want het eerste wat ik hier zie is een oude auto die jullie hebben opgekocht. Vol met een beetje circusachtige taferelen. Wat is het precies? Nou, dat zijn de miniatuurhuisjes. Wat voor veel mensen ook echt een leuk iets is om thuis mee aan de slag te gaan. Met een klein huisje, met boompjes, poppetjes, skilipje, molietje. Er zijn mensen die sparen dat en die vullen dat ieder jaar eigenlijk weer een klein beetje bij als een hobby. Sinds dit jaar is het nieuw. We hebben de Efteling items, de Lange Jan, de draaimolen, Fata Morgana. Dus voor de Efteling liefhebbers is dat ook zeker wel even de moeite waard om een kijkje te nemen. En ook Roodkapje en Oma zijn hier aangeland. De Wonderful Time, dat is lekker knus, gezelligheid met beren, huiselijk. Dat vertegenwoordigt het eigenlijk wel. En zeker in coronatijd willen we het toch in huis gewoon erg gezellig maken. Dus daar is dit thema echt een hele aanvulling op. Daar is ook best wel al vraag, begrijp ik, hè, van mensen. Ja, mensen willen meerdere bomen en dergelijke. Ja, en echt ook al vroeg. Mensen willen het ook vroeg in huis gezellig maken. Nou, en dat lukt aardig zo te zien. En ook te horen aan de klanten. Nou, nu komen we in een thema heel traditioneel kerst. Beetje Engelsachtig. Engelsachtig, met de Schotse ruit. Nou, hier komen we weer in een soort hele lichte kleuren, hele juist. Lichte kleuren, heel zacht roze. Wel weer met kabouters, dus dat heeft ook weer wel een beetje het sprookjesachtige gevoel. Ook hier hebben echt wel mensen liefhebbers voor, voornamelijk vrouwen met roze. We hebben daar een leuke sprookjesbos, kaboutertuin gemaakt. Wat ook echt leuk is voor de kinderen om eens even een kijkje te nemen. Ook leuke kabouter op een schommeltje. Ja, zeker, zeker. Dus, veel paddenstoelen zie ik ook. Heel veel paddenstoelen komen er terug. Ja, van Nature Gift. Een beetje het natuurthema. Hoe noemde je dat? Nature Gift. Oké. Dus het is een beetje het duurzame, de droogbloemen, wat op het moment heel erg trendy is. Wat we ook echt merken in de bloemenwinkel, waar we veel droogbloemen verkopen. En die ook voor, maar dat is dan voor door de hele huiskamer of ook voor bij de bomen? Of? Nee, ja, dat is eigenlijk wel voor heel de huiskamer. Ja. Dat je gewoon je huis mee aan kan kleden en dan met een lampje erbij en een dennenappel. Maar ja, in die boom zie je dat toch wel mooi, want ik denk kerstgevoel, maar in die boom komt dat kerstgevoel wel degelijk. Ja, absoluut. Ja. Dan heb je zeker het kerstgevoel wel. Ja. Het winterse, wij noemen het Mountain Lodge, dat is een beetje het skigevoel, het wintergebeuren. Hier heb je zin in sneeuw. Hier veel wit, ja. Gewoon lekker appelskiën. Ja, dat is ook een gevoelig punt. Ja, dat is ook gevoelig. Dus dan moeten we dat thuis maar proberen een beetje te doen. Op pellets. Nou ja, dat ziet, kijk, een paar pellets, een paar leuke kussens erop. Ja, en, het is eigenlijk heel simpel. Ja, nou, dit is heel veel goud. Heel veel goud. Het is een thema wild klem. De dierenprinten, het glitter en het glammer. Wat we eigenlijk altijd al het hele jaar door hebben gezien. Gewoon in de trend in huis. Alleen nu zijn er gewoon wat extra glitter en klemmers toegevoegd in vorm van kerstballen met een dierenprint, gouden ballen. Ja, gewoon. Ja. Jullie fixen dat toch ook weer even een piano, zie ik. Een auto, een piano. We hebben een piano, inderdaad. Ja, jullie maken er veel. Ze kunnen er ook nog een deuntje op spelen als ze willen. En dat hoor je af en toe ook. Dus dat is ook echt heel leuk. En jullie maken er wat dat betreft echt veel werk van, hè? Ja, we doen echt ons best om er wel iets moois van te maken. Nou, en hier zijn we in het laatste thema. Thema Dana. Under the Stars, een beetje hotel chic, zwart, champagne. Ik zie hier ook boa's en dergelijke. Ja, een beetje, ja, toch wel een beetje wat strakker. We zijn inmiddels door alle themakamers gelopen. En nu zijn we bij de afdeling van verlichting tot verlichting tot kerstbomen en kaarsen. Ja, en dan ben ik nog naar één ding benieuwd. Ik begreep van de baas hier dat de vraag naar kerstbomen ook al is gestart. Wanneer komen die weer, de echte kerstbomen? Volgens mij komen die zo rond 23 november. Dus eind november zullen die zeker al wel kant en klaar in de winkel staan om te kunnen komen. En dit jaar dubbele voorraden, want ik begrijp dat heel veel mensen twee bomen willen. Dat is ook ja, de mensen worden, ze hebben zoiets, ze willen thuis gewoon gezellig maken. Dus we doen lekker twee bomen. Ja, ja. Die vraag is er ook al. Nou, prima voor jullie. Gezellig toch? Nou, dankjewel voor je toelichting en prettige kerstdagen. Ja, jij ook alvast. Dankjewel.